In de video van gisteren heb ik heel veel tips laten zien hoe je aan het begin van FIFA aan heel veel coins komt. Heb je die video nog niet gezien, dan zal ik een ietsje rechtsboven het scherm achterlaten en dan kan je die alsnog eventjes kijken. Na die opname had ik nog één SBC gedaan en daaruit kreeg ik een heel erg goede speler. Sterker nog, het was een verdediger die meer dan 100.000 coins waard was. En dan wilde ik graag proberen of hij op dit moment in FIFA je coins waard is. Verdedigen is namelijk heel moeilijk. En dan zou je zeggen dat je heel veel dure en goede spelers nodig hebt die een heel hoge rating hebben. Die jou hopelijk dan langzij brengen bij jouw tegenstanders. Daarom heb ik nu een team om hem heen gemaakt. Met een team wat in totaal ongeveer 150k kost. Met als doel niet dat jullie dit na kunnen maken. Ik denk dat veel van jullie nog geen 150.000 muntjes hebben. Dit is meer een doel om te laten zien of dure spelers nou je coins waard zijn of niet. Of jij die investering moet maken in het begin van FIFA om voor die dure spelers te gaan. In plaats van de wat goedkopere alternatieven. Ik heb met dit team 5 wedstrijden gespeeld, daarvan 4 gewonnen en 1 verloren. Die ene wedstrijd die ik had verloren was 6-7 geworden. En dat was gewoon dat ieder schot op dit moment erin gaat. Het is ongelooflijk wat de staat van FIFA op dit moment is, helemaal met keepers. We gaan maar snel door naar het team. Vergeet niet alvast video te liken en dan gaan we beginnen bij de keeper. In de goal heb ik Allison staan, hij heeft 86 reflexen. Had hem nodig voor chemistry, maar op dit moment maakt het echt niet uit welke keeper je hebt. Want geen enkele keeper stopt ook maar één schot die op en af komt. Op rechtsachter hebben we dan de volgende speler, dat is Michel Macedo. Ook een speler die ik al eerder in een andere video heb laten zien. Zien het dat ik snelheid, 70 verdedigen, maar op zich vind ik dat prima genoeg. Heb er niet zo heel veel last van. En als je er Shadow op zet of Anker, krijgt dus nog redelijk verdedigende stats. Prima rechtsachter. En dan gaan we door naar de eerste centerback. En die centerback is Juan Jesus. Dit zijn dus 3 spelers die ik al eerder heb laten zien. Heb ik toen gezegd dat waarschijnlijk mijn starters verdediging zou worden. En ik ben bij dat woord gebleven, want Juan Jesus is echt heel erg goed. Laag ook workrate. En als je kijkt naar zijn statistiek, heeft hij heel erg goede stats voor een 77 algemeen verdediger. 34 kracht, 88 springen. Alle verdedigende stats rond de 75 tot 80. En nog eens een heel snelle centerback met laag, hoog workrate. De tweede centerback is Jerome Boateng. Had hem in een squadmode challenge gekregen, maar hebben het helaas niet opgenomen. Kost op dit moment 110.000 muntjes. Gaat sowieso nog een prijs stijgen. Maar kijk naar zijn eigenschapsgegevens. Hij heeft enorm zieke stats. 88 dekking, 91 staande tackles, 91 kracht, enige goede schotkracht en passes en benen. Dus hij lijkt op papier de beste centerback in het spel. Of in ieder geval een van de beste centerbacks op dit moment. Daarom gaan we hem nu verder testen in deze video. Hebben al 5 wedstrijden met hem gespeeld, hebben er al een redelijk oordeel over. We gaan dadelijk bij de gameplay nog eens eventjes praten over wat ik van hem vind. En de laatste verdediger is Marcel Schmelzer. 1,31 meter, heeft een flinke pace upgrade gekregen, hoog workrate. Hij is een stuk beter dan zijn vorige jaren. 80 snelheid, 79 verdedigen en 79 physical. 5 wedstrijden meegespeeld. En zijn verdedigende stats zijn heel erg degelijk voor een 80 algemeen linksachter. Als je dan nog een snelheids-chemistry-staal opzet zoals een Shadow of zo, zal hij waarschijnlijk nog beter zijn. Maar ik vond hem nu al heel erg redelijk spelen. Dan gaan we door het middenveld. En de eerste middenvelder is Paulinho. Je kan voor 2 keuzes kijken. Je kan dus voor Paulinho of Rafinha. Paulinho is iets duurder, kost mij 6.800 muntjes. Alle stats zijn ongeveer rond de 75 of hoger. En het lijkt mij een heel erg prima kaartje. En hij heeft voor mij ook al 1 doelpunt gescoord en 4 assists gegeven. Heeft een goede korte paas, goede balbeheersing en reactievermogen. Uithoudingsvermogen van 92. En hij kan ook nog eens redelijk koppen om die ballen van de keeper vanaf een aftrap door te koppen. Vind het een belangrijke schakel in mijn team. En dan hebben we daarna nog de mid-mid. De mid-mid is Corentin Tolisso. Voor de chemistry past hij perfect in het team. Kostte wel 13.000 muntjes. Omdat hij een beetje gehyped is. En natuurlijk een middenvelder is van Bayern München. 1,81 meter. Was een enorm beest in FIFA 17. Vooral zijn team op de season was heel erg goed. En als je naar zijn stats kijkt, is hij over het algemeen een heel erg redelijke speler. Fysiek allemaal boven de 80. Goede korte paas en lange paas. En daar heb je zo'n middenvelder voor nodig. Ook is hij heel erg belangrijk op het middenveld. Omdat hij desalsnog ballen kan oppakken. En daardoor een counter kan maken. Dan gaan we door de laatste middenvelder. En dat is Joshua Guilavogui. Normaal hoog workrate. Hij is de verdedigende middenvelder. Die toch op de linkerkant van het middenveld speelt vanwege de chemistry. Maar hij speelt voor mij helemaal prima. En hij is ook groot en sterk en kan al die ballen oppakken. Dus echt een Franse stofzuiger. En we kijken naar zijn stats. Het enige wat nogal laag is, is zijn balans en zijn afmaken. Dus je moet niet met hem gaan proberen te scoren. Maar als je met hem ballen moet oppakken en moet doorpassen, is hij de perfecte man daarvoor. Goede korte paas en lange paas. En daarom is hij een belangrijke schakel ook in mijn team. Dan gaan we door naar de aanval. Daar hebben we als eerste aanvaller Wissam Ben Yedder. Jullie zullen hier weer veel bekende gezichten gaan tegenkomen. Hoog workrate, 2 doelpunten en 8 assists. Hij is een belangrijke schakel in mijn team vanwege zijn 5 sterren weak foot. Heeft goede dribbelende stats.
op zich redelijke springen en nauwkeurigheid van zijn kopbal. Zal uiteindelijk niet heel veel kopduellen scoren, want ja, hij is 1,70 meter. Maar hij is een goede speler met 84 afmaken van aanvallend mid. Daarom is hij heel belangrijk voor mij als aanvallend midspeler. Door de spitsen. De eerste spits is Kevin Gamero. Ik wilde eerst Bakambu doen. Die heeft nu alleen een inform, daarom is hij gewoon een kandidaat op de markt. 9 doelpunten, 5 assists in 4 wedstrijden. Kost mij 11.500 muntjes. En met Havik is het een heel prima kaart. Heeft sowieso een heel goede upgrade gekregen qua pace ten opzichte van vorig jaar. Ik vind hem daarentegen nog niet zo heel erg denderend. Jullie gaan in game zien waarom. Hij heeft wel goed reactievermogen voor die rebounds. Goed afmaken en positionering in de aanval. En is ook heel goede snelheid ten opzichte van vorig jaar. En de laatste speler, jullie weten al wie het wordt. Luis Muriel. Hooglaag workrate, hebben al eerder geroepen dat ik hem heel goed vind. En hij maakt alles waar in een volledige game van FIFA 18. 14 doelpunten en 6 assists in 5 wedstrijden. Als dat geen goede statistieken zijn, dan weet ik het ook niet meer. Hij is bijna een one-man team. Jullie hebben de statistieken vast al een keer eerder gezien. 80 afmaken, 32 schotkracht, 37 versnelling en 90 sprintsnelheid. Hij is een dodelijke speler. Kost wel op dit moment 7,5k. Ik had hem gepakt, maar op dit moment ben je er ongeveer 6 tot 7k voor kwijt. Is hij dat waard? Op dit moment zeg ik zeker wel. En jullie gaan in-game zien waarom ik hem zo goed vind. Dit is dan het team. Iedereen krijgt volledige teamgeest vanwege die directe link van Tolisso met Gila Vogie en Boateng. Hier is dan de perfecte link tussen Allison en Juan Jesus. En daar vind ik het op zich een best mooi team om naar te kijken. Ik hoef denk ik niet meer de instructies te laten zien, maar ik zal het ook nog heel even snel doen voor de mensen die dat niet weten. Op de spits uit de linies kruipen en druk zetten. Op aanvallen mits ik hem voorin blijven. Mid hou ik dit keer gebalanceerd dat Tolisso meer een gebalanceerde middenvelder is. En mijn linker mid zet ik op achterblijven tijdens aanval. En hetzelfde geldt voor de linksachter. En dan ook de rechtsachter. Heb ik allebei achterblijven tijdens aanval. En met dit team ga ik een paar potjes spelen om te laten zien of die dure spelers als een Boateng, Tolisso en Gamero op dit moment je geld waard zijn. Ik heb ook op de bank nog een informpje staan. Gebruik als super sub Aranguiz. Hou ik sowieso nog in mijn club. Kost dit moment 12k of zo. Maar als je naar zijn stats kijkt, voor een 31 algemeen inform is hij echt ziek. Hij kan ook heel veel prijs stijgen wanneer de game uit is. En daarom ga ik hem bewaren tot dat punt. We gaan eens naar deze tegenstander. Jullie gaan zien wie de tegenstander wordt. Ik zie jullie daar. Mijn eerste tegenstander heeft een heel degelijk team van dit punt van FIFA. Gabriel Jesus is sowieso 45k. Mohamed Salah zal heel duur zijn. Hetzelfde geldt voor Sané. Ik ben heel benieuwd deze tegenstander speelt. Het kan een best moeilijke wedstrijd worden. Oké, kom maar. Kevin Gamero, fake shotje. En dan schieten, jongen. En ik zei al, ieder schot gaat er op dit moment in. Kevin Gamero schiet hem wel heel fraai in de hoek. Ik ben benieuwd of een gewone keeper hem wanneer FIFA gefixt is ook zou redden. Want het is namelijk een heel goed schot, maar hot eigenlijk niet te kunnen. Een assist van Smalling en daarom kan ik kijken. Prima volley voor de sloffen van Kevin Gamero. Oh jee, maar mijn verdedigen gaat echt helemaal fout. Daar komt Boateng al goed tussen. Maar je moet echt wel enorm wennen hoe verdedigen werkt. Het is heel anders dan vorig jaar. Het is wat meer handmatiger dan het automatische van FIFA 17. En ik kan je echt zeggen dat je daar enorm aan moet wennen wanneer je zelf de game hebt. Oké, dat was lekker. Luis Muriel heeft 4 sterren skill moves. Ik moet ze wel weer een beetje gaan leren. Ik heb ze niet echt heel veel gebruikt, Papana. Maar daarom krijgen we hier wel een kans. En Luis Muriel maakt de 2-0 af. En je maakt hem weer op een heel fraaie wijze. Want Luis Muriel maakt op dit moment echt alles af. Heel fraai geschoten. Fabianski kan er niet bij. En de score is verdubbeld. Oké, Muriel, dit is lekker. Ben Yedder. Die gaat hem nu terug ontvangen. En uithalen, jongen. Ben Yedder, 3-0. De hat-trick is klaar. Binnen 20 minuten. En daar worden we heel vrolijk van. Hij doet zijn buig. En het is een monsterscore al in het begin van deze wedstrijd. Oké, eventjes de verdedigende kwaliteit laten zien. Hier komt Gabriel Jesus. Lopen maar van de bal. Hoppa, Juan Jesus. Geen vrije trap. En de bal is eraf gepakt. Ik moet zeggen, ik heb mijn verdedigende niet eens heel veel nodig gehad. Boateng komt wel met een mooie tackle. Maar meestal pakt mijn middenveld de ballen wel op. Dat is heel lekker. Daar kan ik heel snel overschakelen naar een counter. Mijn tegenstander kan heel snel op verdedigen. Daar ben ik ook al 3 keer doorheen gekomen. Maar ik vind het heel fijn dat ik wat middenvelders heb die mee verdedigen. En daardoor een snelle doorschakeling kunnen veroorzaken. Kevin Gamero, oh wat is dit lekker zeg. En nu afmaken, 4-0. Dat was een heel fraaie beweging. En daarmee ook een heel fraaie afronding. Ik weet alleen niet wat Muriel nu aan het doen is. Hij wordt flink gewerkt door Smalling. Maar het is wel 4-0. En weer een doelpuntje op naam van Luis Muriel. Hier komt eigenlijk Tolisso weer door. Kom maar hier, pak die bal maar af van Gabriel Jesus. En dan kunnen we de bal weer overnemen. Het is echt zo ziek hoeveel Gabriel Jesus en Tolisso die bal overnemen. Ik heb Gila Vogie niet eens nodig. En zo nu dan heb je dan ook zo'n blok van Boateng. En dan komt er gewoon helemaal niks doorheen. Mooie kopbal weer. En we kunnen weer beginnen de aanval. Hey, ben jij er? Maak die bal maar af. 5 sterren weak foot. En dat betekent een simpel doelpunt. 5-0. Dit is waar ik over aan het spreken was. Zijn 5 sterren zwakke been maakt echt wedstrijden een stuk makkelijker om te winnen.
Hij kan van beide hoeken schieten. En dan zie je dus dat je zulke mooie doelpunten krijgt. Je komt met bezette middenveld weer. Paulinho komt er nu dit keer niet heel goed tegenaan. En ik verdedig iets te lomp. Maar gelukkig staat daar Tolisso om de bal op te pakken. Oh nee, komt hij nog een keer. Gabriel Jesus gaat hij nu alsnog een doelpuntje scoren. Allison stopt zwaar een bal. En Schmelzer kopt de bal weg. En dit is de eerste kans die ik tegenkrijg. En Allison laat zwaar zien dat hij een bal kan redden. Op zich een redelijk makkelijke eerste overwinning. Het is de eerste wedstrijd, we gaan nu door naar een tweede. Maar deze was toch al met imposante cijfers gewonnen. Uiteindelijk de matchpoint voor Gamero en Ben Yedder. En we hebben 11 schoten, 8 op doel en daarvan 5 doelpunten. Best wel effectief. Ga door naar de tweede wedstrijd, kijk of die oogst goed bevalt. Tweede tegenstander, redelijk Premier League team, Ahmed Moussa. Daarnaast ook Davinson Sanchez. Ben heel benieuwd waar hij speelt. Dit kan ook wel eens een moeilijke wedstrijd worden. Oké, ik sta iets meer onder druk. Daar staat Boateng heel lekker ertussen. Krijg nou net dat voetje. Zodat we uiteindelijk de bal kunnen oppakken en terug kunnen pakken. Dit is lekker. Luis Muriel. Hou die bal vast. Gewoon een paar skill moves doen. Uiteindelijk komen we er wel uit. Hier komt Tolisso namelijk. Rebound. Is dat buitenspel? Dat is niet buitenspel. We krijgen een doelpunt. Volgens mij inderdaad van Paulinho. 0-1. En het is dan met heel veel geluk. Maar Begovic heeft een nakijken. Ahmed Moussa is heel gevaarlijk om tegen te verdedigen. Uiteindelijk moet Boateng hem daar stoppen. En het doet hem helemaal niks. Want het is geen overtreding. En daarom komen we hier heel goed weg. Luis Muriel. Hoppa, nu even skill move. Ja, hij zag hem niet aankomen. Dit is een simpel doelpunt. Luis Muriel speelt zijn tegenstander het bos in. En dit is waarom het belangrijk is om skill moves te gaan leren. FIFA 18. Ze zijn dit jaar heel effectief. En we krijgen hier een heel mooi doelpunt van Luis Muriel. Mijn tegenstander doet niks meer. En in FIFA 18 is een nieuw ding aangepast. Als jij nu heel lang inactief bent, word je uiteindelijk gedisconnect. Dus dan krijg ik de overwinning. We gaan kijken of we dat kunnen forceren. Als hij nu niks doet, win ik uiteindelijk omdat hij simpelweg inactief is. En uiteindelijk is de verbinding met mijn tegenstander verbroken. Ik weet niet of dit komt door de inactiviteit. Bij mij staat namelijk gewoon hetzelfde als altijd. We hebben in ieder geval wel gewonnen in de 34e minuut. Stond mijn tegenstander mee 2-0 overwinning. Dat is heel lekker. En we gaan eventjes terug naar het team toe. Want mijn hele team moet een nieuw contract krijgen. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want dit team speelt namelijk heel erg lekker. Luis Muriel is met 17 doelpunten, 7 assists in 7 wedstrijden. En van 1 wedstrijd maar 30 minuten gespeeld. En een andere was ook een rage quit. Kevin Gamero, 6 wedstrijden, 10 doelpunten, 7 assists. En ik moet ik wel eerlijk bekennen, ik het verschil wel merk van Boateng dat hij beter is. En die zo'n enorme stats heeft, namelijk ook 110k kost. Is hij op dit moment 110k waard? Daar twijfel ik wel een beetje over, want Juan Jesus was voor mij ook heel goed. En daar kost Juan Jesus maar 2600 muntjes. Het gaat dus vooral om hoe goed jouw verdedigende stat is. Ik vind dat er wel andere factoren meespelen. En daarom zou ik zeggen, als jij een team om een verdediger heen moet bouwen, moet je dat niet doen. Dus als je nou echt de coins hebt en je denkt, ik kan het kwijt, dan kan je zeker overwegen om die spelers te kopen. Ze zijn zeker wel beter dan hun wat goedkopere alternatieven. Maar als ze nou 50 keer zo goed zijn als een Juan Jesus, daar twijfel ik zelf al een beetje over. Dus je moet kijken, wat is mijn budget? En als je nou echt 1 speler zou moeten kopen met je hele budget, zou ik het niet doen. Ze voelen wel beter, maar ze zijn niet compleet dat prijskaartje waard. Vergeet niet de video te liken. Ik hoop dat je de video uiteindelijk leuk vond. Abonneer ook als je dat niet gedaan hebt. En dan laat ik nog veel andere teams zien. Ik ga nog een Premier League team maken om te kijken hoe dat speelt dit jaar. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video, jongens. Later.